Ik kijk hoe grappig. Wij zijn net uit de film. Goedemorgen. Ik heb een verrassing voor mama. Ja, het is dinsdag. En ik kom net beneden. En ze gelijk helemaal... niet kijken naar de tafel, niet kijken in de keuken. Dus dat ben ik heel braaf niet aan het doen. En dus elke keer als ik loop... Niet kijken, niet kijken. Ze was een paar minuutjes eerder naar beneden gegaan. En helemaal bang dat ik kijk. Maar ik heb echt niet gekeken, want als ik niet mag kijken. Ik heb niet naar de tafel gekeken. Ik ging net naar de keuken omdat ik in de keuken moest zijn. Toen heb ik alleen naar de vloer gekeken. Ik ben heel obsessief niet aan het kijken. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ah, kijk hoe lief. Zelfs mijn stoel is helemaal klaargezet. Ah, kijk dan. Welkom met allemaal diertjes. Ja. Een giraf, super een konijn, leuk. Een olifant en een pak. Oh, en kijk, kiwis en mijn naantjes staan klaar, mijn thee. En hier dus, zijn. Oh, en voedingssupplementen. Nou, wat een luxe. Dat heb je lief gedaan, mom. Ja. Sarah is een heel blij meisje, want die heeft eindelijk de Lego bij elkaar. Ze is aan het bouwen en die gaat deze bouwen. Maar nu heb ik ook die vorige attracties naar beneden gehaald. Dus dan heeft ze zo al een klein deel van het attractiepark. Dit is van de nieuwe. Dit. En dit is dit van de oude. Dit moet ik nog niet daar neerleggen. Want kijk, het gaat nog door. Ja, dan zet ik dit wel even een klein beetje zo opzij. Zo. En dan is dat al deel 1. En dan ben je hier deel 2 aan het bouwen. Hij is wel echt cool, deze octopus. Die komt er dan helemaal bij. En dan, oh. Ik denk dat ik hem zelf nog wel dan zit er nog een voor het avondeten klaar heb. Ik heb me aangekleed. Ik moet mijn haar nog lossen. Ik had het gewassen. Maar van Feunen gaat mijn haar altijd... Wat is er, mop? Ik kom er aan. Gaat altijd zo pluizen. Dus dat doe ik liever niet. Ik heb deze top aan. Ik vergeet elke keer waarvan alles is. Kan ik het zien zo? Nou, misschien jullie wel. Met de leuke mouwtjes. Broek Mango. En schoenen van Calexis. En Sarah kwam met het kettingje. Alleen... Hij hoort dus zo. En ik heb hem per ongeluk zo omgedaan. Ik kreeg hem niet vast. Maar dit is Zijf Best. En ik heb Friends aan. En ze heeft heel lief de Lego de hele tijd gebouwd. Kijk, en ze is ook echt ver. Nou, hij is echt cool. Want hij draait dus zo. Ja, mop. Nou, dat laat ik later nog wel zien. Want we moeten nu de deur uit. Ik kijk hoe grappig. Oh, moet even om de jas. Sarah heeft de ketting. Net zo achterstevoren per ongeluk omgedaan als ik. Dus we hebben nu eigenlijk toch weer hetzelfde. Omdat we het allebei per ongeluk verkeerd hebben gedaan. Was ze zo hard om lachen? Zo, maar haar moet even drogen. Want het zit niet. We zijn weer thuis. En Sarah heeft wat leuks gekregen van haar papa. Het zit van een beetje vast. Nee. Kijken. Of het goed is. Oh, ja, zo ja. Oh, even wachten, Sarah. Ja. Ja, voorzichtig alsjeblieft. Haal die er maar uit. Zo. Dan kan ik er even hopelijk aan. Doe maar even aan de kant zetten. Ja. Even wachten. Ja? Hij zit vast. Oh, zit hij nog vast? Ja. Wat zei Dikkie. Even kijken. Zo. Zo. Wat is dit? Dat is de wereld. Zie je dat? Nee, moet je hem overeind houden. Dat is de wereld. En zo stonden de sterren toen jij geboren werd. Op dat tijdstip...
Dat jij geboren werd, zo. Dat jij geboren werd. En dat allemaal, alle sterren in de hemel. Zo stonden ze toen jij geboren werd. Hoe vind je dat? Waar is mijn spiegelbeeld? Ik zal het op gaan zoeken voor jou. Sarah, die is met Marco gaan douchen. En ik ga zo weg. Dus ik ga nu gelijk even editen. Dan heb ik dat gedaan. Want dan loop ik niet achter. Want ik ga zo de deur weer uit. Dus ja, ik wil gewoon nu al helemaal klaar zijn. En ja, dat kwam even zo goed uit. Heb ik nu even mijn handen vrij. Ik kan het even snel doen. En dan kan die aan. Kan ik nog even laatste dingen. En dan kan Marco daar mijn laptop uitzetten. Nog beter. Ik ben al helemaal klaar. Hij staat online. Het ging echt super snel. Renderen is zo raar. De ene keer doet hij er langer over dan de andere keer. En waar het af en toe aan ligt. Ik heb geen idee. Niet aan de hoeveelheid bewerking of wat dan ook. Want soms denk ik, nou, heel weinig bewerkingen. Weinig knipt en kort vlog en doet hij er best wel lang over. En de andere keer denk ik, nou, mega veel gedaan. Het zal heel lang duren. En is hij zo klaar. En deze was dus zo klaar. Dus ik ga opruimen en ik hoef pas over 20 minuten de deur uit. Dus so far so good. Wij zijn net uit de film. En het was een... Hij was niet slecht, maar hij was wel kort. Je weet niet echt helemaal wat je ervan vindt. Dus we hadden wel heel snel plot door. Maar toch was het nog wel boeiend om te kijken. Dus ja, het was grappig. Snel richting de huis. Oké, gelijk de boel even opgeruimd hier. Vaatwassen aan, alles. En ik ga lekker mijn bed in. En gewoon echt zwaar op tijd. Maar zeker voor deze vakantie moet ik morgen echt vroeg op. Dus ik denk, laat ik maar eens op tijd gaan. Ik had toch al geëdit en alles. Dus nog even snel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!